Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 4. Vandaag begin ik de dag met koken en ik heb jullie niet echt meegenomen erin. Hier zit de spinazie. Ik heb al gehakt. Hieronder zit het er gehakt. Ik weet niet of je het kan zien. Met ui en champignons en wat knoflook. En ik ga dadelijk de cherry tomaatjes die ik al wel heb gesneden er doorheen gooien. En dan maken we lasagne. Lasagne gaat de oven in. Ik heb mijn nieuwe trui aan. Hij is super lekker zacht. Ik vind het echt heerlijk. Ik ben de vlogs even aan het editen. En daarna ga ik naar huis om te streamen. Dus vandaag wordt een beetje een saai vlogdagje. In het weekend zijn mijn vlogs leuker, denk ik. Want dan doe ik gewoon wat leukere dingen om te vloggen. In plaats van thuis zitten en werken. Joe, ze staan erin. Dus dat is gebeurd. Zo ziet hij eruit. Hij krijgt niet de schoonheidsprijs, maar hij is wel heel erg lekker. Ik maak die altijd zodat... dan hebben we 2 dagen eten of zo. Maar ik eet vanavond niet mee, dus nu heeft Nicky misschien wel 3 dagen eten ervan. Nou, oud. Nou, Nicky kennen we niet. En ik ben nu even voor mezelf een salade aan het maken. Wat is dat, joh? Koninklijke Marseille, is gewoon een tank, joh. Dat nooit gezien. Ik zag er net ook al in rijden. Waar zou dat voor nodig zijn hier in Maasmaal? Zo, ik zit weer voor mijn pc in Bamel. En kaarsje aangestoken, want het is een beetje koud hier in de kamer. En het is echt altijd een kaarsje aan heb. Naast het feit dat het lekker ruikt, is het ook nog eens dat het gewoon lekker warm wordt. Ik ga zo beginnen. Ik heb mijn inspiratielijst aanstaan. Ik heb er best wel veel zin in. Ik ga lekker streamen. Dus ik zie jullie daarna. Laten pakken, hè? Ik ben dus aan het streamen. En dan komt deze kat zo bovenop mij liggen. Oh ja, dit is wel een goed plekje om te liggen, ja. Dit gaat goed. Dit gaat heel goed. Lekker warme nek zo, ja dat zeker. Oempie. Super lief. Zo, dat was mijn middagstream. Was hartstikke gezellig. Leren ook allemaal even knuffelen. Echt super schattig. Eén chicken dinner gehaald. Maar wel goed gespeeld. Wel veel kills. Dus ik ben helemaal blij. Nu ga ik eten met mijn ouders. Ik dacht, weet je, ik maak even een pauze. Even tussendoor een klein pauzetje van 2 uur. Dus ik heb tot 5 gestreamd. En dan ga ik van 5 tot 7 even eten. Dan zijn toch iedereen aan het eten. En dan is het hartstikke rustig in de chat. Dus dat ga ik nu doen. Eten en even het Sinterklaas cadeautje voor morgen voorbereiden. En dan ben ik om 7 uur gewoon weer live met de tweede stream. Zo doen we dat. Het cadeautje. Eventjes alles coveren wat je niet mag weten. Maar dit is het cadeautje wat ik aan mijn ouders ga geven. En aan mijn broer en zijn vrouw. En aan Nicky. Dus we gaan met z'n zessen dan naar deze show. Daar heb ik kaartje voor gekocht. Super, super leuk. Dus die ga ik nu even inpakken. Tadaa. Wat eten we? Wat eten we kerst? Dit weekend? Dit weekend gaan we kerst vullen. Oh, spruiten. I love spruiten. Chili kijken, hè? Ja, als die geen eten krijgt van ons. Je bent een schooier. Oepsie, ik was vergeten mijn vlog af te sluiten. Dit was alweer vlogmas dag 4. Vergeet niet een duim omhoog te doen. En laat een comment achter als je wil. En vergeet niet te abonneren. Abonneren natuurlijk. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.